De duimsprong is een boek, een heel stenig boek, waarin ik wilde dat het boek ook weer landschap werd. Dus ik heb de geologie toegepast op de taal en er is één verhaal, en dat is een doorlopend verhaal van iemand die kwijtraakt en iemand die daarnaar op zoek gaat. Maar er is ook, verhalen raken ook kwijt en figuren worden letterlijk door andere verhalen die ook in het boek komen, nou ja, een soort ondergesneeuwd, of daar komt een laag overheen en nog een geschiedenis overheen, zodat tijden door elkaar heen gaan lopen en landschappen door verschillende tijden heen ook terugkomen. Dus je hebt het landschap toen met de personages van toen en je hebt mij, die door dat landschap nu loopt en die verhalen probeert te reconstrueren en terug te vinden.